Voor PSV onder 16 stond dinsdagmiddag de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het programma. Theo Lucius, hij, de assistent van Christoph Albrecht, maakt zijn debuut op de bank. Naast Erik Addo, die andere assistent van Albrecht. En zij zien dat de eerste kans van de wedstrijd er is voor PSV. Het is Shurandy Sambo, de aanvoerder, die de bal kopt in de handen van Bonissa Winter, de goalie van NAC Breda. De bezoekers dan, via Sydney van Hooijdonk. Balletje naar de buitenkant, naar Glenn Habimana, de spits van NAC. Die zoekt de ruimte, vindt de ruimte, maar de hoek is lastig en de redding is daar van Jurre Schaafsma. PSV probeert er hieruit te komen, maar het is Jetro Mashart die de bal oppikt. Mashart, mooie actie. Van Hooijdonk kapt naar binnen, schot met rechts. En dit had die spits, die aanvaller van NAC Breda, beter moeten doen. Sydney van Hooijdonk, zoon van, had hier die bal op zijn minst tussen de palen moeten krijgen. Maar wel een waarschuwing aan het adres van PSV onder 16. NAC is een lastige tegenstander. Deze wedstrijd is niet zomaar gewonnen. Ihattaran dan met het schot en de redding van Bonissa Winter. En zo in de eerste helft kansen voor beide doelen. Maar de stand bij rust 0-0. In de tweede helft is er wat gewisseld. Deze Jorbe Vertessen is in de ploeg gekomen. En dat is een jongen die altijd de kortste weg naar het doel kiest. Hier het schot op de paal en de bal uiteindelijk in de handen van Winter. Maar die Vertessen zorgde voor veel gevaar. Hier is hij opnieuw. Ditmaal het balletje breed op Braaf, Jaden Braaf en weer de redding van Winter. En zo komt PSV onder 16 beter in de wedstrijd. Het creëert veel kansen. Dennis Vos is dit, de linksback. Vertessen. Tiemann terug naar Vertessen. Mooie aanval. Daar is Vos. Met wat fortuin de bal voor de voeten. En scheidsrechter Kaya geeft een strafschop. Want Hens geconstateerd in de 16. En dat klopt. En dus een strafschop voor PSV. Mashart was de man die de bal keerde op de doellijn. En Winter is het die dat doet bij de strafschop. Shurandy Sambo, de aanvoerder, ziet zijn inzet gekeerd door Bonissa Winter. Sambo. Sterke actie, steekt het hele veld over. Vertessen, mooie aanname, Jorbe Vertessen. En dan toch de treffer voor PSV onder 16. Vlak voor tijd is het de spits, de invaller, die de beslissing brengt in dit oefenduel. Het goede voorbereidende werk van Shurandy Sambo. Maar kijk eens naar deze beweging van Vertessen. De bal ligt perfect en hij schiet de bal door de benen van Winter in het doel. Zo wint PSV met 1-0 van NAC.